Moderne webbrowsers zullen altijd proberen tijdens het navigeren om een goede zogenaamde front-end performance te bereiken. Hierbij wil ik zeggen dat browsers altijd ervoor zullen proberen zorgen dat er een goede en vloeiende gebruikerservaring is. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de zogenaamde Nielsen Guidelines voor menselijke perceptie, waarin bijvoorbeeld ontdekt werd dat alles onder een dat de reactietijd van alles onder 0,1 seconde zeer instant lijkt. Alles daarna is merkbaar trager, maar alles onder 1 seconde is bijvoorbeeld nog net snel genoeg om de gedachtegang van de gebruiker te blijven bewaren. Terwijl alles trager dan een seconde niet meer. Alles onder 10 seconden is net nog genoeg om de aandacht van de gebruiker te bewaren. Nu, een vuistregel binnen de web performance community is dat je eigenlijk moet proberen om een pagina of toch een gedeelte van de webpagina te kunnen beginnen visualiseren onder 250 milliseconden. Nu, in de praktijk zijn er een aantal bekende metrieken om die front-end performance te gaan meten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gewoon simpele documenten, gewoon platte tekst met een aantal hyperlinks, kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de zogenaamde document load time. Dus dat is de tijd die nodig is om één enkel document, dus één enkele resource, te gaan downloaden en visualiseren. Daarnaast, in de praktijk, meestal documenten zijn wat rijker. Dus meestal maken we gebruik van hypermedia documenten, waarbij er ook een afbeelding, misschien wat opmaak aan de hand van CSS-bestanden enzovoort gebruikt wordt. Dus hierbij is de document load time niet zo handig, aangezien die enkel kijkt naar één resource, maar daarbij is de page load time metriek wel handiger, waarbij er niet enkel gekeken wordt naar de laadtijd van het ene document, maar ook van alle resources die de laadtijd van alle resources om samen de volledige webpagina te gaan visualiseren. Nu, moderne webapplicaties bestaan soms niet uit één webpagina, maar soms uit meerdere webpagina's. En het ding is, soms de page load time metriek is zelfs soms in die gevallen niet genoeg. Moderne webapplicaties gaan soms met een eigen metrieken komen die echt applicatiespecifiek ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een Netflix-applicatie of een Facebook-applicatie die soms hun eigen metrieken gaan nodig hebben die echt applicatiespecifiek zijn. Nu, zoals ik eerder al zei, voor die page load time metriek zien we dat veel webpagina's uiteindelijk aanleiding kunnen geven tot het laden van veel andere subresources. Als we kijken naar de statistiek van augustus 2023, zien we dat de mediaan van het aantal requests die nodig is om één webpagina op te laden momenteel op 72 ligt. Als je op een mobiel toestel surft, ligt het iets lager, dan is het 67, maar dat is eigenlijk nog altijd heel hoog. Nu, de meeste resources die hiervoor nodig zijn, zijn meestal door afbeeldingen en JavaScript-bestanden. De grootste zijn uiteraard de afbeeldingen, maar JavaScript-bestanden zijn ook verrassend hoog nog. Daarnaast zijn er ook soms een aantal requests nodig naar lettertypes, CSS-bestanden, misschien sommige extra HTML-bestanden als subresource enzovoort. Nu, hier achter mij kan je een screenshot zien van de zogenaamde resource waterfall view binnen de Chrome webbrowser. Nu, andere webbrowsers hebben ook meestal dergelijke visualisatietools. Nu, wat je op die resource waterfall kan zien, is eigenlijk een tijdslijn van wanneer welke resource opgevraagd werd en hoe lang dit duurde.
Dus dergelijke resource waterfalls geven eigenlijk een overzicht van, of eigenlijk een samenvatting van de performantie van een webpagina. Dus hierbij kan je zien dat niet elke request op hetzelfde moment start. Sommige requests kunnen in parallel gebeuren. En hierbij wordt typisch ook getoond dat een request uit drie grote stappen bestaat. Dus een request begint wanneer de eerste byte verstuurd wordt naar de server. Een tweede belangrijk moment is het tijdstip waarop de eerste byte ontvangen wordt in de response van de server. En dan het laatste moment die belangrijk is de totale tijd om de volledige response te gaan downloaden. Al die timings hebben een belangrijke impact op de zogenaamde critical rendering path. Wat eigenlijk de verschillende stappen omvat om van bytes die ontvangen zijn van de server tot uiteindelijk pixels op het scherm te moeten kunnen bekomen. Maar we zullen hier later in een latere video nog op terugkomen, op die critical rendering path. Nu, in de praktijk gaan moderne webbrowsers typisch proberen om die verschillende requests die nodig zijn om een pagina te gaan visualiseren, om die op verschillende manieren te gaan optimaliseren. Dus enerzijds kan dat op documentgebaseerde manieren gebeuren, maar de browser kan ook bepaalde speculatieve manieren gebeuren. Bij documentgebaseerde manieren kan de browser bijvoorbeeld bepaalde kritieke resources in een pagina gaan identificeren. Bijvoorbeeld CSS-bestanden en JavaScript-bestanden, of toch tenminste de niet-asynchrone JavaScript-bestanden, die zijn kritiek, want die blokkeren eigenlijk de verdere rendering van de pagina. Dus die moeten eigenlijk zo snel mogelijk gerequest worden van de server. Nu, om die kritieke resources te gaan identificeren, zullen browsers typisch gebruik maken van zogenaamde look-ahead parsers. Dus daarbij zal eigenlijk een browser tijdens het parsen van de HTML, dus als je een stroom van bytes binnenkrijgt van de server, zal de parser eigenlijk zo snel mogelijk gaan zoeken naar die CSS-bestanden. En van zodra dat er zo'n CSS-bestand of een niet-asynchroon JavaScript-bestand gevonden wordt, zal de browser zo snel mogelijk de request uitvoeren. Zelfs al is nog niet het volledige JavaScript-bestand of het volledige HTML-bestand nog niet volledig gedownload. Nu, naast die look-ahead parsers kunnen webontwikkelaars zelf ook manueel bepaalde prioriteiten gaan stellen op resources. Maar meer daarover later. Dus naast die documentgebaseerde optimalisaties kunnen browsers ook speculatieve optimalisaties doen, waarbij browsers kunnen leren welke handelingen gebruikers vaak gaan doen. Dus hierbij kunnen browsers bijvoorbeeld ervoor kiezen om als een webpagina bijvoorbeeld gedownload en gevisualiseerd werd, om eigenlijk bij alle hyperlinks op die pagina de DNS te gaan prefetchen. De browsers kunnen zelfs nog een stap verder gaan en eigenlijk op voorhand al een TCP-connectie gaan opzetten naar alle hyperlinks op de pagina, die eventueel nadien dan weer gesloten kunnen worden als de link toch niet gevolgd werd. Wat de browser bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, is als de gebruiker in de buurt komt met de cursor van een bepaalde hyperlink, kan de browser misschien al kiezen om bepaalde pagina's op voorhand te gaan visualiseren, zodat als de gebruiker effectief klikt op de link, dat de visualisatie misschien al klaar was, of toch gedeeltelijk klaar was. Dus zoals ik eerder al zei, webontwikkelaars kunnen eigenlijk kunnen die optimalisatie gaan helpen. Een eerste makkelijke manier om dat te doen is om te zorgen dat die kritieke resources waar ik eerder over sprak, dus die CSS-bestanden en die JavaScript-bestanden, om die eigenlijk zo vroeg mogelijk in de HTML te gaan plaatsen, zodat de look-ahead parser van
de browser die zo snel mogelijk kan vinden. Daarnaast is het ook makkelijk om JavaScript, die we eerder zagen, eigenlijk heel veel gebruikt wordt, om die zoveel mogelijk asynchroon te maken. Dus als JavaScript geen impact heeft op de rendering, om die eigenlijk te markeren als asynchroon, zodat de browser die de rendering niet laat blokkeren. Nu, naast het ordenen kunnen webontwikkelaars ook bepaalde hints gaan geven aan de webbrowsers. Hierbij kunnen ze gebruik maken van bepaalde link tags om te zeggen van kijk, die URL, de applicatie zal die waarschijnlijk later nodig hebben, dus browser, je mag die al gaan prefetchen via DNS. Of bepaalde links kunnen als subresource gemarkeerd worden. Een volledige TCP prefetch kan ook ingesteld worden. Of bepaalde URL's kunnen zelfs al volledig gepre-renderd worden. Nu, belangrijk om te onthouden over die resource waterfall is dat dit enkel een high-level samenvatting geeft van de volledige front-end performance. Er zijn nog een heleboel andere factoren die ook nog ervaring hebben op de user experience, zoals bijvoorbeeld in welke volgorde klikt de gebruiker op de links. Want het kan zijn dat op basis van de browser cache of tussenliggende caches bepaalde pagina's al sneller kunnen ingeladen worden als de gebruiker andere volgordes gebruikt om links te volgen. Andere factoren die ook belangrijk zijn voor de performantie zijn de hardware die de gebruiker aan het gebruiken is. Zo zal een mobiel toestel misschien wat trager werken dan een high-end desktop computer. Verschillende browserversies kunnen ook impact hebben. En belangrijk ook het soort van connectiviteit van de gebruiker is ook een belangrijke factor. Een bekabelde connectie is typisch veel stabieler dan een wifi of een mobiele connectie. Dus dat zijn eigenlijk dingen dat de resource waterfall typisch niet zal vertellen. Alternatieven hiervoor om een vollediger beeld hiervoor te krijgen zijn bijvoorbeeld de webpage test. Dat is een bestaande tool die je online kan vinden door naar webpagetest.org te gaan. En die zal eigenlijk een meer gedetailleerde analyse maken van de front-end performance die ook bijvoorbeeld in rekening brengt welke verschillende webbrowsers of welke verschillende connectiviteiten zullen leiden tot welke verschillende niveaus van performantie.